Twee weken geleden begon de sloop van de panden Poelenstraat 16 en 18. Poelenstraat 18 wordt geheel gesloopt. Dat moet heel voorzichtig, omdat het pand tegen het volgende pand is aangebouwd. Dus halen de slopers elke steen met de hand weg. Nu, twee weken later, ziet het er al heel anders uit. Van Poelenstraat 16 wordt alleen de achterkant weggehaald. Het voorste gedeelte van het pand aan de Poelenstraat blijft staan. Uit dit pand wordt overal de binnenbetimmering verwijderd. Tijdens de sloop van het pand aan de Poelenstraat nummer 16 komt regelmatig de bouwhistoricus van de gemeente Groningen langs om te bekijken wat er is blootgelegd. Door het registreren en intekenen van schouwen, balken en sporen van verbouwingen schetst hij een beeld van het pand door de eeuwen heen. Wat meet je nu? De 10 lagenmaat, ook hier is die 98. 98 wat? 98 centimeter. En de 10 lagenmaat, dus 10 lagen baksteen plus 1 voeg, dat is een indicatie voor de ouderdom. En we zitten dus hier 98 en dan denken we in de 14e eeuw. Kloostermoppen dus. Kloostermoppen? Ja. En de muur is ongeveer 70 centimeter dik. En ook dat is een indicatie voor die hoge ouderdom van het huis. Dit pand is veel ouder dan zijn buurman uit de jaren 70 van de vorige eeuw. En wordt daarom niet geheel gesloopt. Het pand als casco blijft staan. Dus de zijmuren, voor- en achtergevel, het dak en de middeleeuwse balklagen van eikenhout die blijven ook. Dat is wat je hier ook ziet. We staan hier op de eerste verdieping. En dan kijk je naar boven, dan zie je dus zware vierkante eikenhouten balken. Die dateren uit de middeleeuwen. En op deze balken heeft de zoldervloer gelegen. Met daarop de kapgebinten. Dat is allemaal gewijzigd in de 19e eeuw en later weer in de jaren 30. Maar dit dateert dus nog uit die hele oude vroege fase. Bij het strippen van het pand worden de verschillende grote verbouwingen zichtbaar die in 6 eeuwen hebben plaatsgevonden. Als het huis zo oud is en zo vaak verbouwd en je trekt dan de voorzetwanden ervoor weg, ja, dan krijg je al die wonden, zal ik maar zeggen, uit het verleden krijg je te zien. Wat hier heel belangrijk is de laat 19e eeuwse fase, toen de huidige voorgevel tot stand kwam. Dus ook het interieur flink verbouwd. Heel veel van die nissen voorin dateren uit de 19e eeuw. Dat zijn nissen die in de muur zijn uitgehakt voor kastruimte. Dan heb je een jaren 30 fase, toen er een groot betonnen trappenhuis midden in het pand werd gebouwd. En ook toen zijn er nog weer nissen in de muur gemaakt. En uit die tijd dateren de nissen met de stalen balken. Nou, en dan in de jaren 70,
tijd dat de nabepassage werd aangelegd, toen is het pand wederom verbouwd. In dit geval is dan ook het middeleeuwse casco echt van waarde. Maar de indeling en de afwerking, dat dateerde dus vooral van na de Tweede Wereldoorlog. Heeft geen waarde. Ja, dit is de tweede verdieping die er in de late 19e eeuw opgezet is. En dat zijn ook de balklaag die je daar ziet. Dat is de laat 19e eeuwse balklaag. Met kruisen erin om te voorkomen dat de balken gaan kantelen. En je ziet deze stalen paal, die stempel, die staat op zo'n middeleeuwse vloerbalk. En daarboven zie je allemaal laagjes hout. Dat zijn allemaal vloerlagen. Uit diverse periodes. Dus iedere keer als de vloer versleten was, dan legden ze weer een nieuwe vloer over de oude heen. Ja, zo ging dat vroeger. Er zijn nog kranten gevonden uit de jaren 30. Dat is heel goed te combineren natuurlijk met de grote ombouw die toen heeft plaatsgevonden. Dat is nog een stukje behang uit het midden van de 19e eeuw. Wat opvalt is hoe kleurig het is. Vooral de border. Een hele felle kleur groen. Uniek zal het niet zijn, maar zeldzaam is het wel. We vinden zo af en toe behang uit het midden of de eerste helft van de 19e eeuw. En wat dan altijd opvalt, dat het behang uit die periode zo prachtig van kleur is. Naar verwachting zijn de werkzaamheden over 2 weken klaar. Bouwschuttingen zijn vaak lelijke objecten in de straat. Behalve als kunstenaars erop los mogen gaan. In aanloop naar de grote David Bowie tentoonstelling vertoont het Groninger Forum een 8-tal films waarin Bowie een prominente rol heeft. Voor filmprogrammeur Frans Westra is het vanzelfsprekend dat deze filmcyclus draait. Dit is een hele bijzondere tentoonstelling, want die staat in Groningen in plaats van in Amsterdam. En verder is Bowie een dermate brede, interessante cultfiguur dat daar natuurlijk ook een filmprogramma bij moet komen. Hij heeft bijna 40 films gespeeld. Zijn muziek is in talloze films gebruikt. En er zijn een aantal hele belangrijke films die absoluut vertoond moeten worden. Het is gewoon iemand die alle kunsten wil bedrijven. En daar hoort film dan ook bij. En dat vind ik dan ook leuk dat men dat ook doet en dat men daar niet de neus voor ophaalt. Hij speelde nog wel eens in een niet zo goede Hollywoodfilm de laatste jaren. Maar hij kwam wel in 83 in Cannes binnen met 2 films in het hoofdprogramma. En er zijn niet veel acteurs die dat kunnen zeggen. Ik vind dat hij goed kan acteren, maar juist ook omdat hij dus niet nadrukkelijk zich manifesteert of poseert als een acteur. Maar de rollen waarvoor hij gevraagd is, daar is hij heel geschikt voor. Dat doet hij heel goed. Dus als hij dan krijgsgevangenen speelt in Merry Christmas, Mr. Lawrence, dan het is natuurlijk wel een beetje de uitstraling van zijn hoofd die ook meewerkt. Maar het is gewoon een goede. Het doet niet onder voor Robert Redford of zo. Punt. Daar is hij heel knap, hè? Het is een hele knappe man. Ja. Het is wel heel lang geleden. Maar... Kreeg je toen ook de rillingen toen hij die kus gaf? Ja, nou ja goed. Die film dat was
Ik werkte toen net 4 jaar. Was ongeveer tussen het tweede jaar dat ik in Cannes was. En kreeg dus die film voor mijn kloten, zou ik maar zeggen. En we waren voorkomen flabbergasted, hadden we nooit zoiets gezien. En heel knap was dat die film in Nederland toen ook direct uitgebracht werd, midden in een hete zomer. En een onvoorstelbaar groot succes in de bioscoop was. Dat herinner ik me nog wel. Klaar, wacht.